Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Poppodium Phoenix. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van On Stage. Ik zit hier bij Herman. En Herman, ja, ik denk dat hij het beste zelf even kan vertellen aan de kijkers thuis. Herman, zou je graag willen vertellen wat jij doet? Ik ben projectcoördinator van POB, Poporganisatie Breda. En wij zijn er om het lokale Breda'se muziek naar een hoger niveau te tillen. Om even heel kort door de bocht gezegd. Oké. En ja, er komt natuurlijk weer een nieuwe editie aan. Wat kunt u daar wat meer over vertellen? Wanneer is dat? Wat staat er een beetje op de planning? De POB-parade is al 22 jaar. Dit wordt de 22e editie met Pasen. Het is ooit begonnen met 7 bands in 7 kroegen. En dit jaar hebben we bijna 60 bands op 13 podia. Okay. Verdeeld over 2 dagen. En de 13 podia zijn allemaal locaties in het centrum van Breda. Zijn er nog bekende locaties of is het allemaal een beetje verspreid? Het zijn wel de bekende locaties waar altijd live muziek een warm hart wordt toegedragen. Bijvoorbeeld hier bij de Bruine Pij en de Kleine Wereld en de Speeltuin en de Samsam en Old Dutch en de Bommel en het Zwarte Schaap en Mes en Bel Air en het Heigend Hert. Dus, flinke lijst. Ja, Vulling ook nog. Zijn er ook nog echt grote namen waar je trots op bent om die een beetje aan te kondigen en Breda warm voor te maken? Nou ja, we hebben sowieso altijd de afsluiter op paasmaandag in het Heigend Hert. En dat is dit jaar Skipper Beat. Dat is ja, de beste en bekendste reggae ska band van Breda. Ja. Nou, heel erg bedankt voor de informatie. We gaan het beleven. Zeker. Zondag en maandag. En dan gaan we nu door naar Rinsen, want die staat bij Poppodium Phoenix. Ja, ondertussen staan we op het podium bij Schipper, Kruis en de Neven. Ja, zo te zien hebben de mannen er heel veel zin in. Kees, het enige waar ik benieuwd naar ben, is welk nummer gaan jullie spelen? We beginnen met een nummer dat heet The Flu Blues. En zijn jullie er een beetje klaar voor? Helemaal. Nou, dan wens ik jullie heel veel succes. Alright. In Poppodium Mes vond de 3e editie plaats van de Scholieren Band Battle. Een strijd tussen verschillende jonge bandjes uit Breda. De publieksprijs was een show bij de Fixed Fight Boogie. En de winnaar, gekozen door de jury, won een opname bij Abroad Studio. De winnaar is Red Valley. Jullie zijn nou de grote winnaars. Hoe voelt dat? Ja, het was wel onverwachts, moeten we eerlijk toegeven, maar het voelt goed. Okay. Ja. Ja, jullie delen die mening? Ja, zeker. We hadden niet verwacht dat we gewoon een grote prijs zouden winnen. Ja. Oké,
En wat, nu hebben jullie de eerste prijs binnengehaald. Is dat nou een nieuw begin voor jullie? Gaan jullie nou hogerop? Ja, we gaan wel proberen om meer op te treden en ja, zeker ook meer ervaring op te doen. Okay, en waar zien jullie nou over 5 jaar? Over 5 jaar weet ik niet, maar over 1 jaar zouden we graag op Breda Bars willen staan. Dus Leo, als je dit ziet. Okay. En ja, voor de rest heel veel optreden, heel veel nieuwe nummers schrijven. Dat is denk ik waar we nu voor gaan. Oké, beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Onstage. Ja, wij zitten hier bij Schipper, De Neven en Kruis. Mannen, leuk dat jullie er zijn. Even voor de mensen die je niet zo goed kennen. Wie zijn jullie en wat voor soort muziek maken jullie? Oeh, wat voor soort muziek? Ik denk, als we als trio spelen, akoestisch, is dat roots georiënteerde muziek. Veel jaren 60, 70 invloeden. Bluesy, jazzy, country. Er zit meer in dan alleen blues bijvoorbeeld. Het is best wel breed, laat ik het zo zeggen. En wat trok jullie aan in die scene? Eigenlijk allebei. Nou, Paul is wat jonger, maar Kees en ik zijn dus echt wel van de 70 jaar. Toen begonnen wij muziek te luisteren. En dat is gewoon echt nog steeds de muziek waar je, ja, daar groei je mee op. En dat is ook waar je erg veel binding mee hebt. En ik vind het erg lekker om die muziek te spelen. Ook met Kees en met Paul natuurlijk. Ja, jullie denken daar waarschijnlijk een beetje hetzelfde over. Ja, zeker. Ik ben eigenlijk, zit hier eigenlijk naast 2 oud-leraren van mij. op die manier ben ik wel beïnvloed. Ik weet wel wanneer de beste muziek gemaakt is. Ja. En dat was iets voordat ik geboren was. Ja, en waar treden jullie normaal altijd op? Nou, dat is heel divers. Maar misschien wel leuk om te vertellen. Heel veel in het noorden. Waarom dat dan? Omdat op een of andere manier de muziek zien in het noorden voor roots-oriënteerde muziek. Vooral bluesy, jazzy muziek. Rhythm and blues, bluesrock. Daar is een goede markt. Groningen, Friesland, Drenthe, die hoek. En heel veel in Duitsland. En dan vooral het oosten van Duitsland. Hey, en hoe zijn jullie eigenlijk met z'n 3 bij elkaar gekomen? Want jij zei net dat zijn dan 2 leraren, zeg maar, voor jou geweest, of mentoren. Ja, nou letterlijk leraren. Ja. Ik ben het popmuziekproject wat toen de tijd van Vet Centaal was, wat nu dus hier vanuit Phoenix wordt georganiseerd, ben ik gewoon als jongere een deelnemer geworden. En Kees die gaf toen zelf nog de lessen. Ik ben daarna gewoon muziek gaan maken, opleiding gaan doen en op een gegeven moment een plek weer gaan zoeken. Ik denk eens even kijken of dat nog bestaat. Het heette intussen toen Popcorner. Maar ik kon daar meelopen en al heel snel kon ik daar aan de slag. En dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. En in de tussentijd, ja, Kees is van leraar naar collega gegaan. Want hoe lang zijn jullie nou samen met elkaar of met z'n drieën? Nou, het leuke is, wat we nou met z'n drieën doen, is nog heel pril. Karel en ik zitten in een bluesrock trio. Soms doet Paul daar ook aan mee. Dat heeft ook een beetje te maken waarom we vaak met z'n drieën spelen. Omdat het lastig is om een band met 4 man en geluid en licht en techniek zo overal neer te zetten. Dus houden we wat kleiner. Maar nu hebben we voor het eerst met Karel erbij akoestisch gespeeld. En dat gaan we in Duitsland doen. Dus dit kwam vandaag heel goed uit. Jullie treden dan inderdaad in het noorden op en in Duitsland met name. Zijn er ook nog andere landen waar jullie naartoe willen trekken? Alle landen. Kom maar op. Liefst een keer de Caribbean. En in de winter. Nee, maar ik zie het wel voor me dat wij gewoon gedrieën, of maakt niet uit in welke samenstelling, nog wel wat meer gaan toeren. Ja. Zeg maar. Hopelijk ook weer wat meer België. Dat is voor mij ook heel lang geleden trouwens. Dat heb ik wel vaak gespeeld, maar dat is echt lang geleden. Nou mannen, mag ik jullie heel erg bedanken voor de komst naar de studio. En ik wens jullie ook heel veel succes straks met jullie tour, zullen we maar zeggen. Dankjewel. En dan schakelen wij over naar de Popdokter met Hans Kopier. Ik ben geen Hans, maar Bart. Maar dat maakt niet uit, want deze week hebben we weer een nieuwe aflevering van de Popdokter. En deze week duiken we de wereld in van de blues. Deze muziekstijl ontstond eind 19e eeuw in Amerika onder de Afrikaans-Amerikaanse samenleving. Bekende bluesartiesten uit de vorige eeuw zijn bijvoorbeeld B.B. King, Muddy Waters en Gary Moore. I've still got the blues for you. Sam en Dave scoorden een hit met het nummer Hold On, I'm Coming, welke door vele artiesten is gecoverd. Hold on, I'm coming. Hold on, I'm coming. I'm on my way. Het werd opnieuw een hit nadat het gebruikt was in de film The Blues Brothers.
Blues in deze tijd zie je vooral voorkomen bij singer-songwriters zoals Agda en de Munnik. Zij hadden zelfs een nummer genaamd Zitten voor de Blues als ode aan dit prachtige genre. Ik ga zitten voor de blues, zand in mijn hart. Ik ga zitten voor de blues. De moderne variant van blues, ook wel nu blues genoemd, hoor je bijvoorbeeld in de hit X's and O's van Ellie King. Tot de volgende keer. Ja, beste kijkers, dit was het alweer voor vandaag On Stage. Heb je nou ook een muzikaal talent, net als deze drie mannen? Stuur even een mailtje naar het onderstaande e-mailadres en misschien dat we jou in de volgende uitzending wel terugzien. Voor nu bedankt voor het kijken en we gaan er nog één keer uit met een nummer van deze drie heren. Kees, welk nummer gaan jullie doen? Een nummer uit 1963 van Earl Green, dit heet Six Days on the Road. Bijzonder nummer dus. Absoluut. Hey, heel veel plezier. All right. 1, 2, 3, 4. You know, I pulled out of Pittsburgh, heading down the Eastern Seaboard. I got my diesel wind up, she's running like never before. That's a sweet drummer, make it all right. And I don't see a cop inside. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. I got my damn four-wheel gear and a Charger overdrive. I take my little white pills and my eyes are open wide. I just passed the Jimmy and White. I've been passing everything inside. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Seems like a month that I kiss my baby goodbye. I could have a lot of women, but I'm not just like all those other guys. I could find the one, hold me tight, and never make me leave it so right. 6 days on the road, and I'm gonna make it home tonight. All right. Werd mede mogelijk gemaakt door Poppodium Phoenix. Breda Nu. Je weet het meteen.